Een bijzondere uitvoering vanavond in de stad Schouwburg in Amsterdam. Een toneelstuk met 6 herdershonden in de hoofdrol. Willem Bemboom was bij de wereldpremière. Going to the Dogs. Het is weer eens wat anders dan het publiekstheater of het Nederlands danstheater. De voorstellingen, gepresenteerd met een echt programma, waren direct uitverkocht. Het publiek betaalt 17,50 entree. Bedenker van het hondentoneel is Wim T. Schippers, de geestelijke vader van Barend Servet en Chef van Oekel. Vrijwel alle Europese landen hebben belangstelling voor de televisieopname. Achter de schermen worden de honden met stukken vlees in beweging gehouden. Na wat plankenkoorts te hebben overwonnen, was het dan eindelijk zover. Er waren slechts 2 voorstellingen gepland, maar omdat ook voor de tweede voorstelling op de 20e september het publiek in grote getalen kwam opzetten, werd voorzien in een extra nachtvoorstelling. Niettemin moesten evengoed nog veel belangstellenden worden teleurgesteld, omdat ruim een week voor de première al geen kaartje meer viel te bemachtigen. Om enigszins tegemoet te komen aan de onbevredigde wens om deel te nemen aan de bijzondere gebeurtenis, kunt u nu kijken en luisteren naar een televisieregistratie van een aantal onderdelen van de voorstelling. Het blijft natuurlijk een gemiste kans als u er niet echt bij bent geweest. Want de beelden die u thans krijgt voorgeschoteld, behoren te worden gezien als een verslaggeving waarmee vooral een kunsthistorisch doel wordt gediend.